Enfin, zoals de kijker ongetwijfeld zal zien, zal weten, is dit Gallipoli in het zuiden, de dak van Italië, waar zich op de daken weer een geheel nieuw landschap afspeelt. Het is best leuk, een best aardig plaatje, een soort van schiereiland. En dan kun je zo rond en dan krijg je even een kleine hartstilstand als je dit opdaart. En zo'n monstrueus bouwwerk waar ik net heb gevraagd wat het dan is, en dat blijkt een hotel te wezen. Het zal alweer preluderen op de toeristische potentie van dit aardige plaatsje, maar meer dan aardig is het ook niet. En dan is het dus weer altijd wel weer een gek te vinden die de hele rotzooi verstiert met zoiets. Er zijn natuurlijk allerlei rijke lui, investeerders, projectontwikkelaars die in staat gesteld worden deze zooi hier neer te plempen. En daar zoeken ze dan een architect bij. En die is er altijd wel te vinden. De mannen met een geweten en smaak die hangen er natuurlijk af. Maar in het echelon van de architectuur is er altijd wel een prutser te vinden die er geen bezwaar tegen heeft zijn goede naam te versteren aan dit soort bouw, zoals collaborationisme heet dat, geloof ik.